Het was hartstikke gezellig. En nou, speciaal voor jou zijn hier natuurlijk Erwan, Monique en Ewout. Jay en Majula. Jij gaat wel op je eigen. Oh, vergeet we helemaal mee te zingen. Ja. Oh, was dat de planning? Ja, even de grond. Maar Afrika. Oh, mooi. Heel mooi. He, wat een kleine reunie. Hartstikke gezellig. Ja, gezellig. Oh. Erwan, wat is jouw leukste herinnering aan Vivienne? Mijn leukste herinnering? Ik denk dat dat wel de zoen met Elise is. De zoen met Elise? De zoen, en dat is natuurlijk met Vivienne. Het is alweer heel lang geleden, maar dat was heel romantisch in een boomhut. En gaat het? Ja, natuurlijk. Ja. En toch een beetje zo'n beetje de eerste filmkus ook voor mij. En dat was heel spannend. Ging dat een beetje? Ja, volgens mij wel. Ging dat goed? Ja, toch? Ja, ging dat goed? Ook. Het was een heel raar moment. Nee, dat ging best goed. Maar het was natuurlijk voor mij wennen. Want ik was altijd gewend om met Mike Bosboom te zoenen. En er was ineens nu iemand anders. Ja. Dat was toch in soort zo'n boomhut. Ja, dat is veel groter is die ook. Maar je hebt met heel veel mensen in de boomhut gezeten, als ik me niet begrijp. Want volgens mij heb je ook in de boomhut gezeten een keer. Ja. Ja, maar ja, mijn meest bijzonder moment is ook onze zoen, toch wel? Ja, dag, dan gaan we deze ook niet. Nou, oké, wat is dan, het is allemaal natuurlijk allemaal positief en dat is maar goed ook, maar wat is nou de slechtste eigenschap van Viv? Want die heeft ze vast. Slechte voorbereiding, slechte concentratie, slechte, ja, chagrin humeur. Maak maar af. Ja, er is nog wel wat op te noemen. Ja, die zijn er dus eigenlijk niet op te noemen. En wat vind jij de positieve kanten van Viv? Vief is altijd heel gezellig, geïnteresseerd. En als er iets met je is, dan komt ze weer met een handje zo bij je. Dat is heel lief. Zorgzaam. Ze is heel zorgzaam. Ze is heel zorgzaam. Ja, ik vind Vivienne altijd heel erg perfectionistisch. Moet altijd allemaal maar goed gaan. Maar ja, het maakt dan toch televisie. Dus ja, er gaan ook wel eens dingen mis. Dat is echt waar. De bloopers. Ja, die